Cortés was een Spaanse avonturier. Hij was op zoek naar goud in de nieuwe wereld. Een wereld die niet lang daarvoor was ontdekt door Columbus. In 1519 kwam hij in contact met de Azteken. De Azteken blinken inderdaad veel goud te hebben. Hun hoofdstad was schitterend. Het was echter een bloeddorstig volk. Ze geloofden dat de goden dagelijks tevreden gesteld moesten worden met het brengen van mensenoffers. Ze sneden dan het hart uit de levende mensen en onthoofden hem dan. Er werden ieder jaar duizenden mensen geofferd voor de goden. Het was geen wonder dat de Azteken veel vijanden hadden. Toch wilde Cortés naar de Azteken. Bovendien was Cortés inmiddels verliefd geworden op de dochter van een van de leiders van een vijandelijke stam. Ze werd genoemd La Malinche. Zijn bemanning van ongeveer 150 man wilde terug naar huis. Om zijn bemanning voor een voldongen feit te stellen, stak hij zijn schepen in brand. Zijn bange bemanning had geen keus en moest mee. La Malinche vertelde alles over de Azteken. Zo geloofden de Azteken dat in 1519 een god over de zee zou komen. 1519 was een heilig jaar op de Azteekse kalender. Omdat deze god een baard zou hebben, dachten de Azteken dat Cortés deze god wel eens zou kunnen zijn. Bovendien kenden de Azteken geen paarden. Daardoor maakte Cortés op zijn paard nog veel meer indruk. Montezuma was de leider van de Azteken. Hij nodigde Cortés uit om kennis te maken met de Azteekse goden in de tempel. De Azteekse tempel stonk naar het rottende bloed van mensen die vermoord waren voor de goden. Cortés walgde ervan. Hij probeerde Montezuma ervan te overtuigen dat mensenoffers onzin waren. Jezus Christus had geen bloed geofferd voor de mensen, dus offers waren helemaal niet nodig. Montezuma was beledigd. Toch mocht Cortés naar het paleis van Montezuma. Door indruk te maken, dacht Montezuma juist Cortés te overtuigen. In de dagen die daarna voorbij gingen, gingen de mensenoffers ook gewoon door. De Spanjaarden werden bang dat ze geofferd zouden worden. Ze besluiten om Montezuma gevangen te nemen. Montezuma doet vervolgens wat de Spanjaarden willen. Na een aantal maanden vallen de Spanjaarden aan tijdens een mensenofferritueel. Ze kunnen het menselijk leed niet aanzien. Er breekt opstand uit. Als Montezuma zijn volk tot bedaren wil brengen, gooien ze stenen naar hem. Het wordt zijn dood. De Spanjaarden moeten vluchten. Omdat ze het goud mee willen nemen, zijn ze te zwaar en worden er veel van hen gedood. In 1521 komen ze terug en samen met een aantal vijandige volkeren weten ze de Azteken te verslaan. Omdat er allerlei ziektes uitbreken, sterft daarna het grootste deel van de Azteken. Waarschijnlijk is de Salmonella-bacterie de oorzaak. In de 16e eeuw laten vele volkeren zich bekeren tot het christendom. Nog steeds is Latijns-Amerika het meest christelijke continent van de wereld. Van de cultuur van de Azteken is niet veel meer over.